Wint in het voetbal de ploeg die net voor de rust scoort? Waarom betalen wij belastingen om professoren voetbalmythes te laten bestuderen? Waarom werkt mijn wifi niet? Is potlood sterker dan staal? Hebben echte mannen baarden? We moeten een leerhanger voeden. Voor sommigen misschien breekt je een koud zweet uit. De hersenen zijn bijzonder complex, maar als alles goed gaat, dan brengen ze ons naar en voorbij onze doelstellingen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Bijna 200 intrigerende vragen werden al door Vlaamse wetenschappers beantwoord. En ze vertelden er ongevraagd nog veel meer fascinerends bij. Ah, wat een droom! De afgelopen 2 jaar werden de video's van de colleges al meer dan 2 miljoen keer bekeken. Dat is de relevante informatie. En beluisterd. Want sinds we van de colleges ook een podcast maken, luisteren daar 1,5 miljoen joggers, pendelaars, tuiniers en reizigers naar. U bent niet alleen. In een nieuwe podcast, Lableven, laten we wetenschappers ook zien in hun natuurlijke biotoop. We tonen hoe en waar ze op zoek gaan naar de wetenschappelijke antwoorden. En hoe dat met vallen en opstaan gebeurt. Om te zien of we een gelukkige of een depressieve vis hebben. Met Wat zegt de wetenschap voegen wetenschappers feiten en nuances toe aan het maatschappelijk debat. Eigenlijk is het antwoord op deze vraag niet voor iedereen hetzelfde. Want er zijn verschillende soorten mensen. Universiteit van Vlaanderen werkt samen met alle Vlaamse universiteiten en met de Jonge Academie en ook met VRT en KNAK. Omdat wetenschap prachtig en fascinerend is. Niet zo moeilijk. Universiteit van Vlaanderen. Dat is wetenschap voor iedereen. Dat is de ultieme boodschap.